Nou, ik heb echt het gevoel als ik dan zo 's avonds om 6 uur met dat programma begin, dat je wel een vriend bent van die mensen. Dat je bij die mensen thuis zit. Dat je ze ook wel... Kijk, ze vinden het natuurlijk altijd leuk om hun naam op de radio te horen. Ik geloof dat dat het meest belangrijke onderdeel is van het verzoeknummer wat ze aanvragen, van de verzoekplaat. En dat te weten, dan vind ik gewoon dat je ergens in een behoefte voorziet. En dat vind ik erg leuk om te doen. Wat is een goede discjockey? Nou, een goede discjockey vind ik iemand die om te beginnen enorm fijn kan improviseren. Die een goed taalgebruik heeft. En die erg veel van platen af weet, van de achtergronden van platen. Ik geloof wel dat de jongen dat moet weten. En dan vind ik het een goede DJ. Ja. Op een koffie en de jukebox gaat, die jukebox gaat, die jukebox gaat. Ik denk maar op een koffie en de jukebox gaat. Leven de